Dames en heren, het hele weekend ziet ze eigenlijk al, de mannen van de keuken van de Zorgstroom, die hebben voor het heerlijke eten gezorgd, voor al die vrijwilligers en al die finishers, en die gaan nu door de finish. Mag ik voor iedereen die zijn handen breidt en die ze niet vrij heeft, die ze eventjes vrij wil maken, een heel erg warm applaus voor de mensen van de warme hap van Zorgstroom, en ze komen nu de finish door. En zo snel als ze lopen, zo snel serveerden ze dat eten. Klasse mannen en vrouwen. Ze heeft zo lang staan wachten hier. Ik zeg hier, wanneer komen ze dan? Ja, ik denk 5 over 6. Het is 6:15 geworden, dus dat is een redelijk goede inschatting. Hoe is het? Ja, uitstekend. Genoten onderweg? We lopen met z'n drieën, dus ja, dat is wel ja, hè? Ja, dat vind ik ook. Maar jullie zijn over aankomen, het is best zwaar, je valt er ook vanaf, denk ik. Het is een hele. En die hebben jullie hier zo, dus even kijken. Oh, dit is Ronald. Jullie hebben prachtige bloemen gekregen, want deze hele lieve mevrouw, die had jullie al aangekondigd. Wat betekent zij voor jullie? Heel veel. Dat is onze coach en onze mentale steun. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Hoe doet ze dat? Zij heeft ons getraind. Elke week 10 kilometer. Moet ik me dan zo'n bakfiets voorstellen dat u ze 5 kilometer laat wandelen? Mogen ze weer even in de bakfiets, een stukje verder en dan... Zo gaat dat. Maar dan is dat denk ik gewoon een idee voor heel veel mensen. Als u deze mevrouw nog wil bedanken, wat wilt u dan zeggen? Dat ze de allerliefste dingen zijn in de wereld. Ze is leuk, hè? Oh ja, ik ga het even aan een andere vragen. Als u deze vrouw mag bedanken, wat gaat u dan zeggen? Ja, Els, hartstikke bedankt voor de ontzettende steun die je hebt gegeven. Dan zou ik zeggen tot volgend jaar. Nou, Els, daar sluit ik me bij aan. En namens mij ook bedankt. En heren, gefeliciteerd. Kimberly en Sandra zijn ook gefinished. Gefeliciteerd mij, de eerste reactie. Ja, leuk gehaald. Goed zo, andere mensen zeggen zwaar, maar jij zegt ja, leuk gehaald. Nou, dat vind ik nou ook. En wat heb je van prachtige bloemen hier? Hoe heb je die gekregen? Mijn man. En waar is je man? Die volgt aan de zijlijn. Oh ja, daar.
Oh ja, die is trots. Of zoals ze zeggen, die is groos. Groos. Als u nog even een momentje hebt, kijkt u eens naar de finish. Met z'n vieren komen ze erover. Een man en een vrouw en twee honden. En ik denk dat de honden heel de reis hebben meegelopen, maar dat wil ik even zeker weten. Ja, klopt. Hoe heet de honden? Benji en Gino. Benji en Gino. En jullie zijn de baasjes? Ja, zeker. Hebben ze het goed gedaan? Ja, heel goed. Ze zien er eigenlijk nog hartstikke fris uit. Oh ja. Nou ja, goed, tegen vreemden, hè, dat geeft helemaal niks. Maar hoe was dat zo met z'n vieren? Ja, we moesten wel wat vaker stoppen. We zijn wat later begonnen, dus daarom zijn we zo laat. We zijn nog open, hè, dus dat geeft helemaal niks. Poepzakjes en zo was allemaal geregeld. Ja, dat hebben we zelf meegenomen en eten. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het ook een heel mooi moment om dat op 6:30 mee te maken. Ik denk dat ze vanavond wat lekker in hun mandje liggen. Wat denken jullie? Dat weet ik wel zeker. In ieder geval gefeliciteerd allemaal. En hij gaat er al bij liggen, hoor. Geweldig. Dames aan, helemaal in de bloemen. En weer zo'n mooi finishshirtje in de handen. En wat zijn ze blij. Oh, geweldig dit. Dus even kijken wie we hier hebben. We hebben Samantha en Anja. Eerste reactie, Samantha en Anja. Doorgaan hebben we van elkaar geleerd. Heb je dat vandaag ook... Laatste stuk hebben we samen gedaan. Heb je dat wel eens tegen elkaar moeten zeggen? Gewoon doorgaan? Ja, duidelijk. Maar jij bent het gedaan, die zijn doorgegaan. Die zijn ruim op tijd binnen. We hebben nog even, dus we hebben nog 10 minuten. Ik bedoel, er zijn mensen die krapper binnenkomen. Niet te laat om te starten. Oh ja, nou dat is het. Ik wil jullie nogmaals van harte feliciteren. Ik denk heel de lang staat met mij. Gefeliciteerd. Thank you.
van Omroep Zeeland heel even wachten. Er komt er nog eentje bij. Ah, dan krijgen we een Omroep Zeeland. Mag, dames en heren, mag ik een applaus voor Omroep Zeeland? Dag en nacht is er in de